iedereen en leuk je weer kijkt naar mijn kanaal Bokado. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag ga ik voor mij iets mega ongemakkelijks doen, maar voor jullie denk ik wel leuk. Ik ga namelijk oude WhatsApp gesprekken van mezelf teruglezen. Oh my god, dit wordt zo beschamend voor mij. Ik zat namelijk vandaag door mijn WhatsApp te scrollen en ik kwam er toen achter dat ik nog gesprekken heb uit 2013. Hoe lang is dat geleden? 5 jaar of zo? Dus ik heb echt nog mega veel oude gesprekken. Ik heb op Twitter en Instagram een paar woorden aan jullie gevraagd die ik moet opzoeken in WhatsApp. Dus dat ga ik vandaag doen. En heb je nou nul zin in deze video, doe dan alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan nu. Dat zou ik super tof vinden. Ik heb namelijk bijna de 200.000 abonnees en ik kan echt niet wachten tot ik dat heb gehaald. Dus ik zou het echt super tof vinden als je mij wilt helpen naar de 200.000 abonnees. Goed, ga ik nu beginnen en ga ik kijken wat het eerste woord is. Oké, het eerste woord wat ik binnenkreeg was school. Oké, ik heb school opgezocht in WhatsApp. Ik ga nu even helemaal naar onder scrollen. Oh, ik heb best veel het woord school gebruikt. Of nee, ik heb gewoon veel gesprekken. Dat is het gewoon. Oké, het eerste wat ik zie zijn een heleboel gesprekken met mijn moeder over school. En dit was dus allemaal in 2013, zoals je ziet. Echt superveel ging over, hey Bo, ben je wel naar school geweest? Of dat ik hier te laat was voor school? Of dat ik niet naar school wilde? Eigenlijk vrijwel alle gesprekken die ik hier over school kan vinden, zijn allemaal dingen van dat ik thuis wil blijven of geen zin had of niet aanwezig was. Ja, ik was echt een drama op school. Goed, niet zo'n heel interessant woord dus, maar we gaan nu naar een ander woord. Namelijk Wart. En ik heb natuurlijk met Wart, zoals jullie misschien weten. En we gaan eens even kijken wat ik vroeger allemaal over hem heb gezegd. Ik heb al een beetje zo'n vermoeden wat ik allemaal heb gezegd. Maar ik ga toch even opzoeken. Jeetje, wat heb ik veel het woord Wart gebruikt, joh. Ik blijf maar scrollen. Ik zit pas in 2016. My god, Wart, ik heb zoveel over je gepraat. Wat erg. Ik wil gewoon het allereerste bericht zien waar ik Wart heb gezegd. Ah, ik ben er. Oké. Het eerste woord waar ik Wart heb gebruikt is in een gesprek met Roy. Roy is mijn beste vriend en toen in die tijd deelden we echt alles met elkaar. Elk klein detail. Oké, maar wat ik heb gezegd... Oh my god, Roy die zei, gisteravond was Wart online, hè? Hij vroeg hoe Amsterdam was, uit zichzelf, hè? En ik zeg dan, ja, Wart is een schat. Roy zegt, attente jongen. En toen zei ik kan hem wel zoenen, heerlijke jongen is dat zeg. Oh, wat erg. Dit is op 23 oktober 2013. Dat is ongeveer een jaar voordat ik echt verkering met hem kreeg, zeg maar. Toen vond ik hem blijkbaar al leuk. Ik wilde hem blijkbaar zoenen. Ik heb geen idee waarom. Nou, ik heb wel een idee waarom. Want voordat ik met Wart had en echt contact met hem had, zeg maar, had ik altijd een crush op hem. Ik vond hem altijd wel leuk. Niet echt verliefd, maar ik vond het gewoon een leuke jongen, zeg maar. En daarom zei ik waarschijnlijk ook zulke dingen. Oh, wat ongemakkelijk. Oh my god, ik heb weer iets awkwards gevonden, hoor. Ik zei ineens, Wart is op mij, mijn droom komt uit. Mijn droom? Bo, was dat jouw droom op 31 oktober 2013? Om verkering te krijgen met Wart. Oh, ik hoop dat hij deze video niet eens kijkt, want het is gewoon te ongemakkelijk. Roy ook gewoon heel droog daarna, nee met hem. Gewoon alsof je zomaar even verkering met iemand neemt. Oh, hier nog een leuk gesprek. Roy die zei, kom ook op TS. TS, dat staat voor Teamspeak. En dat was een programma waar je met elkaar kon praten. Een soort Skype, maar dan zonder webcam. En dan kon je met heel veel mensen tegelijk praten en zo. En hij zei toen ook nog, Wart is er ook en ik ook. En ik zei toen, lol, dan voel ik me awkward. Toen zei Roy, nee joh, er zijn ook anderen. Het is wel gezellig hoor. En toen zei ik, jawel, omdat Wart erbij is, dan ben ik verlegen. Oh, wat erg. Maar dat was ook echt zo. Ik was ook echt verlegen als Wart erbij was. Want ja, ik weet het niet. Ik vind het zo ongemakkelijk om terug te lezen. Oh my god. Oké, we gaan naar het volgende woord. Want ik heb genoeg van het woord Wart gezien. Het volgende woord is irritant. Dus we gaan eens even kijken wat ik allemaal irritant vond vroeger. Oh, nou, ik was echt in 3 seconden beneden. Dus ik heb niet zo vaak het woord irritant gebruikt. Het eerste gesprek waarin ik het woord irritant heb gebruikt is met mijn moeder. En ik zei op 23 maart 2013, Sam doet weer irritant. Nou, Sam, als je kijkt, je was blijkbaar die dag irritant. Sam is trouwens mijn broertje, voor als je dat niet wist. Het volgende is weer met mijn moeder. Ik zei, ik ga morgen niet naar die excursie hoor. Iedereen doet de hele tijd irritant. En we hebben toch geen les. Dus mijn moeder vroeg, wat nu weer? En ik zei, heb gewoon geen zin om naar ene kunstzooi te gaan met deze mensen. Kunst boeit me niet. Hé, Bo, wat ben je toch weer lekker positief. Nee, oké, maar ik zat toen in een klas waar niemand mij mocht. Dus dat bedoelde ik waarschijnlijk met iedereen doet de hele tijd irritant. Want iedereen deed elke dag irritant tegen mij. Nou, voor de rest kan ik eigenlijk niet heel veel interessante dingen vinden over het woord irritant. Alleen maar een beetje van die dingen zoals dit. Als ik dichtbij zit, kom ik met mijn knie tegen de bovenkant aan. Dat is bloedirritant.
En als ik dan een stuk er vanaf zit, is het weer te ver. Word er gek van. Nou, volgens mij had ik toen rijles en zat ik toen in de auto. En wat het was, in mijn lesauto, als ik mijn stoel iets naar voren zette, dan zat ik met mijn knie dus tegen de bovenkant aan, bij het stuur, zeg maar. En als ik hem weer wat naar achter zette, dan zat ik weer te ver om bij het gaspedaal goed te kunnen. Dus ja, het was echt een drama. Dat was echt irritant. Ja, ik zei het hier al. Oké, het volgende woord dat ik ga opzoeken is haat. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik ben echt benieuwd of ik wel eens heb gezegd dat ik iemand haat, of dat ik het misschien had over haatberichten, of ik heb geen idee. Oh, nou, het eerste gesprek waarin ik het woord haat heb gebruikt is niet heel erg gezellig. Het is dit gesprek met mijn moeder. Iedereen haat me en liegt dingen over me. Dat zei ik dus over mensen in mijn klas. Lekker gezellig weer. Weer een gesprek met Roy over een YouTube video. Ik zei, we hebben pas 1 dislike. En hij zei, yes! En toen zei ik nog geen 1 haatreactie. Nu is het ineens wel leuk, goorlappen. Oh, ik weet al wat dit was. Wij hadden toen voor het eerst een video geüpload op het kanaal van iemand anders. En toen kregen we heel veel, ja, haatreacties of reacties van, huh, wat doen hun nou op dit kanaal? Dit is helemaal niet hun YouTube kanaal. Wat is er aan de hand? Maar toen bij de tweede video van ons op dat kanaal, toen vonden mensen het wel leuk. Dus daar ging dit over. Ugh, oh mijn god, de gesprekken die ik tegenkom. Ik ga het niet eens laten zien, want daar is het gewoon te awkward voor. Oké, we gaan naar het volgende woord en dat is love you. Goed, ik heb geen idee wat ik nu allemaal ga krijgen en wat voor gesprek ik allemaal ga tegenkomen. Ik ga het gewoon even opzoeken en ik scroll naar beneden. Oh, ik ben er al. Nou, ik zeg dus blijkbaar niet zo vaak love you, want ik hoefde echt maar 5 seconden naar beneden te scrollen. Het eerste bericht waarin ik love you zei, oh nee, oh, ik heb helemaal geen zin om gesprekken te lezen met deze persoon. Oh, bah. Oké, waar zei ik voor het eerst I love you? Hier. Nou, dit dus. Heel interessant. Oh, en hier weer. Ha, gekkie. I love you. Oh, Bo, wat was je hier cringe. Nou, niet dat het cringe is om tegen iemand te zeggen dat je van diegene houdt, maar gewoon die periode, die persoon, dat alles. Cringe. Ik ga ook maar niet zeggen wie het is. Het zal wel heel erg lullig zijn. Ja, ik zeg nog een paar keer love you, love you, love you. Oké, nu even kijken of ik toen nog tegen iemand anders heb gezegd. Dat wat je net zag was trouwens begin 2014. Oké, ik ga even verder scrollen naar toen het uit was met die persoon. Kijken of ik het nog tegen iemand anders heb gezegd. Oh, ik heb de eerste keer gevonden dat ik love you tegen Wart zei. We hadden toen nog niet. We hadden toen wel bijna. Hier zie je het gesprek. Hij zei, wacht maar, binnenkort moet jij vast ook weer een keer vroeg opstaan. Toen zei ik, komende weken niet als het goed is, dus ik vind het helemaal mooi. Ha, sorry, love you. Ja, we pesten elkaar er altijd mee als de ene vroeg moest opstaan of zo. Want we waren allebei lui, nog steeds trouwens. En we sliepen allebei altijd heel laat en we stonden dan ook laat op. Dat is trouwens ook nog steeds. Maar dit was niet echt serieus love you van, oh zo romantisch, I love you. Dit was meer een beetje op de grappige manier. Dus ik ga even zoeken wanneer ik het voor het eerst echt heb gezegd. Oh, dat was hier. Oh, maar, huh? Toen hadden we al een week of zo, dus blijkbaar zeiden we pas serieus love you toen we al hadden. Oké. Dit was op 8 januari 2014 en Wart zei, be right back, ik ga naar trainen, jezus Bo. Love you, zei hij toen en toen zei ik, nou oké, wel even lachen, hè, schat, love you more. Oh, wat erg. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij of ik het ook wel eens in het echt heb gezegd. Nou ja, toen had ik met Wart, dus ik heb voor de rest niet echt veel love you gezegd tegen een andere jongen. Misschien ook wel, maar dat zou dan wel heel erg zijn. Het volgende woord is knap. Dus we gaan even kijken of ik iemand een keertje misschien wel knap heb genoemd. Huh, oké. Iemand waar ik toen mee had, die vroeg, dit is misschien raar, maar toch vraag ik het. Vind je mij knap of leuk om te zien? Ik zei, ha, ja, tuurlijk. Wow, wat awkward. Oh, dat wist ik niet meer. Oh, wat awkward. Ja, soms heb je even bevestiging nodig, toch? Ja, dat kan. Hier had ik blijkbaar even een heel zelfverzekerd momentje, want ik zei, ik ben knap. Ja, ik weet ook niet waarom. Zo, nou, ik was hier even in een lieve bui tegen Wart. Hey, misschien moet je zelf eens in de spiegel kijken. Dan zie je hoe leuk en knap je bent. Het is zo grappig om dat te zien. Gewoon, dit was op 17 januari 2015. Huh, oh my god. Ik zei hier tegen Wart, je bent te knap voor mij. En hij gooit er daarna een foto van ons achteraan. Toen zei hij niet, mooi meisje, knapperd. Ik zei tegen Bart, je bent te knap voor mij. Wauw. Dit was trouwens echt nog in de periode dat we net hadden. Dus dat we echt helemaal, oh, helemaal verliefd op elkaar waren. Oh my god. Oké, het volgende woord, dat is vriendje. Dus even kijken wat daarvoor spannends te vinden is. Huh? Wat? Oké, het eerste gesprek wat ik zie, mijn moeder zei iets tegen mij. Ze zei, je kunt geen 2 vriendjes hebben, hè? Nou, wat moet ik hier nou van zeggen? Nou, ik had hier een gesprek met Roy en Roy zei ineens, ja precies, en ze heeft een vriendje, hè? En ze stinkt zo erg. Oh, wat waren wij soms erg. Wat erg. Huh, hier even wat moederadvies van mijn moeder.
Hou je je een beetje in op Twitter met je nieuwe vriendje? Kun je beter privé houden, krijg je alleen maar gezeur van. Nou, bedankt voor het goede advies. Blijkbaar tweette ik te veel over een vriendje waar ik toen mee had. Oh my god. Oké, ik zei hier, was net weer een foto van Wart in de groep. Ik weet niet wat voor groep ik denk, een WhatsApp groep en dat Wart een selfie of zo stuurde. Toen zei Roy, Bo, je moet hier echt mee kappen. Je hebt een vriendje. Ja, ik had een vriendje, maar ik vond Wart ook leuk, ja. Ik was niet verliefd op Wart, want ik praatte nooit echt met hem. Maar ik vond hem gewoon een leuk persoon. Het is toch bizar om te denken dat ik zo gek was op Wart. En dat ik nu al 3 jaar met hem heb. Wat raar eigenlijk. Het is een beetje hetzelfde als jij bijvoorbeeld een favoriete YouTuber hebt. En je vindt hem heel knap en leuk en zo. En dan ineens 2 jaar later heb je daarmee. Zo was het een beetje, zeg maar. Want Wart die deed toen ook aan YouTube en was best wel groot op YouTube. Groter dan mij. Dus ja, daarom vond ik hem leuk. Het was gewoon mijn celebrity crush. Ik heb dat wel eens eerder verteld, dat hele verhaal. Maar als je het hele verhaal over mij en Wart wilt weten van hoe we elkaar kennen en hoe het allemaal is begonnen, dan kan je onze storytime video kijken. Klik daarvoor nu even rechtsboven in beeld of in het linkje in de beschrijving, want ja, daar vertellen we echt alles tot in de details. Maar goed, ik vind het wel weer even genoeg WhatsApp gesprekken voor vandaag. In ieder geval, ik heb echt nog veel meer gesprekken, dus mocht je het leuk vinden om dit nog een keer te zien, laat het dan vooral weten. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Wil je nou nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je mijn kanaal abonneren? Dat zou ik super tof vinden, want ik heb bijna 200.000 abonnees. Klik dan nu op mijn foto hieronder. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende video van mij. Doei doei!